De leerkrachten aangesloten bij de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname hebben vandaag op een ALV aangegeven niet akkoord te gaan met het voorstel van de regering. De ALV is gehouden in Matagorda. De regering heeft namelijk voorgesteld dat de leerkrachten maandelijks 500 SRD ontvangen als voorloper op de herwaardering. Dit maakte Wilho Valies, voorzitter van de BVL en ALS, vandaag bekend op een persconferentie die hij na de ALV heeft gehouden. Volgens Valies kan één partij niet alleen bepalen wat de leerkrachten moeten krijgen. De BVL-voorzitter zegt dat de regering het vertrouwen dat geschaad is bij de onderwijsgevenden moet terugwinnen. Ontevreden leerkrachten terugsturen naar school is volgens Valies geen duurzame oplossing. Anders worden de leerlingen de dupe daarvan. En we gaan ook voor het belang van het kind, zegt hij. We willen geen calamiteiten binnen het onderwijs, benadrukt Valies. De leerkrachten kregen vooruitlopend op de invoering van de herwaardering 375 SRD per maand. De officiële herwaardering zou dus deze maand in moeten gaan. De regering is nu echter met het voorstel gekomen dit bedrag op te voeren naar 500 SRD tot eind maart. Volgens de BVL en als voorman heeft de regering via de minister van Financiën aangegeven bereid te zijn de periode januari en februari te overbruggen met deze extra 500 SRD netto. Wij van oordeel zijn dat we een formele overeenkomst hebben met de regering en dat de regering zich moet houden aan die overeenkomst. Nu heeft de regering gezegd van dat er problemen zijn met betrekking tot de informatiestroom. Om dat uit te voeren, om dat te kunnen uitvoeren, die herwaardering. Nou is gebleken dat een aantal instanties, dus niet alleen maar de openbare dienst, maar ook de bijzondere dienst, dat ze tot vorige week dat nog niet alle gegevens binnen zijn, waardoor ze niet in staat zijn om een goede berekening te maken wat het allemaal gaat kosten. Er waren drie ingangen om aan informatie te komen. Eén via de scholen, waarbij de leraren zelf aangeven wat ze allemaal verdienen. Die andere ingang is via de verschillende bureaus. Volgens de vakbondsleider is de bond van oordeel dat er genoeg mogelijkheden zijn geweest om een goede berekening te maken voor de herwaardering. Valies zegt dat de leraren nu geen garantie hebben dat de overeenkomst die in april 2016 gesloten is, in maart dit jaar wordt uitgevoerd. Vooral omdat de uitvoering deze maand moet plaatsvinden. Dan kan je niet gaan tekenen zonder dat je een adequate voorbereiding, dat er adequate voorbereiding daaraan is vooraf gegaan. Want anders hou je de mensen voor de gek. En ik moet u zeggen, in april hadden de leraren eigenlijk weinig vertrouwen dat het in oktober zou plaatsvinden. De leerkrachten hebben toen aan ons gezegd, voorzitter, we hebben vertrouwen in u. Maar er bestaat een groot wantrouwen naar de regering. En dat de regering die zich niet houdt aan afspraken. En het is ook weer uitgekomen. Oktober was daar en de regering is niet ingekomen. En januari weer hetzelfde. Dus ik begrijp dat dit heel grote problemen met zich zal meebrengen. En dat we deze werkers niet kunnen motiveren om te zeggen van we gaan terug naar school met een belofte. Wilho Valies, voorzitter van de Bond van Leraren BVL, tijdens de persconferentie vandaag over het besluit op het voorstel van de regering. De onderwijsgevenden zijn voor morgen weer opgeroepen zich aan te melden in Theater Uniek. Zolang er ontevredenheid is, kunnen de onderwijsstakingen niet opgeheven worden, zegt Valies.